Meer dan 50 culturele organisaties en instellingen openden tijdens de Cultuurnacht 2016 hun deuren. Ik ben hier nooit eerder geweest, zeg maar. Maar dit is de eerste keer. Nooit eerder op de Cultuurnacht bedoel je? Ja, nog nooit eerder op de Cultuurnacht. Maar ja, voelt heel mooi. Eerst kreeg Breda een kindercultuurnachtburgemeester. Sociale ambtsketen is dit voor de eerste echte kindercultuurnachtburgemeester. Ik vind het belangrijk dat, dat kinderen veel aan kunstzinnige cultuur mogen en kunnen doen. Ja. En dat kunstzinnige cultuur vooral in het straatbeeld moet voorkomen ook. Deze avond werden ook een tweetal cultuurprijzen vergeven. Choreograaf Miotto werd onderscheiden met de stimuleringsprijs. En Breda Barst sleepte de publieksprijs in de wacht. Het was erg leuk om hem te mogen openen. Om een prachtige installatie, een vol te mogen starten bij de Nieuwe Vesten. Waar weer heel mooi beweging en licht bij elkaar kwamen. Helaas nog in de regen, maar die is gelukkig opgehouden. En het was weer opnieuw een feestje dit jaar. Wilt u meer zien van de Cultuurnacht? Een uitgebreid verslag vindt u volgende week in het programma Tumult bij Breda Nu.